En ik ga alle badmuts die met z'n 3-4 wijven, die vrouw daar betaalt, ze moet betalen voor de betuigen. Nee, zo, het is gewoon zo. Nu in Rauwkost. Dit is Rauwkost. Wij, de jongeren in Nederland, zijn boos. Omdat we niet gehoord worden in de politiek. Maar nou is er een partij opgestaan, namelijk Rechtdoor. Opgericht door Henk Kuipers, nou, leider van de motorclub No Surrender. En misschien kan hij de jongeren wel redden. Maar voordat ik naar hem toe ga, ga ik eerst even kijken hier op straat of de mensen weten wie deze knapperd is. Waarom niet? Ah joh, moet je eens kijken. Cabaret. Jos, kom eens hier. Jos. Ah, niet weglopen, Jos. Kom nou. Wat vind je van hem op het eerste gezicht? Ze hebben godverdomme van mijn pensioentje 18 euro gestolen. Nou, ik vind het allemaal onzin, man. Voel je je niet gehoord? Nee. Goed je best blijven doen. Goed je best blijven doen. Henk, die is voor jou. Nou, ik heb genoeg meningen gehoord. Op naar Henk Kuipers. Hoppa! Watch my thing! Yes! It's the man! Nou, hier is het. Het clubhuis van No Surrender. En Henk Kuipers zit binnen. Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ja. Aangenaam. Hey, we gaan niet te lang lullen, maar jij zit in de politiek. En van de partij Rechtdoor. Ja. Waar staat Rechtdoor voor? Wat nieuws. Er is eigenlijk niet echt een partij, ook in Nederland, die echt voor de jongeren opkomt. Je hebt wel partijen die voor de jongeren opkomen. Bijvoorbeeld de SP heeft wel een jongerenprogramma, maar er zijn jongeren die zwak begaafd zijn voor een zorgprogramma. Maar niet meer voor jongeren die fit zijn en die opgegroeid zijn met een Gameboy, snap je? Hey, hier zit nog een man, die is wel van middelbare leeftijd, maar die weet nog wel wat met de jeugd omgaat. Omdat ik natuurlijk een andere hobby heb als die andere Tweede Kamerleden. Ik tennis niet, nee, snap je? Want wat is jouw hobby? Motorrijden. Ja. Ja, jeugd, ja, snap je? Ja. Dat is allemaal verboden tegenwoordig. Alles is verboden waar de jeugd om moet doen. Alcoholverbod tot en met zoveel jaar. Ja. Want ik was 14 jaar, dat dronk mijn eerste biertje. Ik denk dat ze zich opgesloten voelen, niet begrepen voelen. Er worden mensen tegen elkaar uitgespeeld natuurlijk van bepaalde bevolkingsgroepen. Dus eigenlijk zou je het wat soepeler willen aanpakken, zodat gewoon mensen ook vanuit zichzelf dingen kunnen ontdekken, dingen kunnen doen en gewoon niet zo moeilijk moeten doen. En de jongeren die zijn natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in drugs. Wat zou het ideale drugsbeleid zijn? Ja, kijk, harddrugs is gewoon verboden, moet ook verboden blijven. Maar ja, dat ik vind dat verboden moet blijven. Regels zijn er altijd en die moeten er zijn. En die moeten ook gehandhaafd worden. Maar handhaven en handhaven zit ook verschil in, snap je? Hoe je opgesloten wordt, dat is belangrijker. Kijk, als je in een kamertje komt van 1,80 bij 1,80 zoals in Amerika, je hebt geen bewegingsruimte en je wordt één keer per dag een uurtje gelucht, ja, dan word je nog crimineler vanuit de ruik komt, snap je? Ja. Dus de jongeren moeten gewoon vechten voor hun rechten? Absoluut. Jongens, ik ga voor mezelf opkomen. Rechtstreeks, hè? Precies. Rechtdoor. We gaan vechten. Ik ga op die kant op, maar ik ga niet. Au, au! Ik ben aan!
was natuurlijk het beste zet ik kon, hè? Oké, ik heb flink gezweet en ik ben er nog niet, maar het gaat steeds beter dat vechten. Ik vond het een innoverende dag, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat even weten wat je van de video vond en doe nou even die duimpjes in de lucht, want daar worden we gelukkig van. Tot volgende week! Even bijkomen. Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost. We'll be right back.